auditeur, militair Roy Elgin, heeft op 9 februari zijn requisitoor in de zaak van de verdachten Daisy Boutersen, Jimmy Still, Etienne Boerenveen en Artie Goree. Dit houdt in dat het 8 december proces wordt voortgezet. De procureur-generaal Roy Bainach Pandey had namens president Boutersen het verzoek gedaan aan de krijgsraad om de zaak met onmiddellijke ingang stop te zetten. De reden hiertoe was dat de staatsveiligheid in gevaar zou kunnen komen. De krijgsraad onder leiding van Cynthia Falstein-Montenor heeft dit verzoek naast zich gelegd. De raadsman van de president, Erwin Kanhai, zal het requisitoor van Elgin afwachten. Kanhai weet niet welke stappen de regering zal nemen nu de krijgsraad heeft besloten door te gaan met de vervolging. De rechter is namelijk ook voorbijgegaan aan de bewering van de advocaat van Boutersen dat Elgin reeds zijn requisitoor heeft gehouden. Tijdens de openbare zitting zaten onder meer de nabestaanden in de rechtszaal. De raadsman van de nabestaanden, Hugo Esset, is blij met de stap van de krijgsraad. Volgens hem heeft de rechtsstaat hiermee gewonnen. Esset hoopt dat de regering zich zal neerleggen bij dit besluit en niet zal proberen met machtsmiddelen een wending hieraan te geven. Hij wilde niet nader ingaan op welke machtsmiddelen hij doelt. Esset zei verder dat het besluit van de krijgsraad om deze strafzaak voort te zetten betekent dat iedereen die een moord pleegt berecht wordt en dan maakt het niet uit of het om een president of timmerman gaat. Wanneer iemand zich hieraan kan onttrekken, is er volgens Esset geen sprake meer van een rechtsstaat.